Ja, wat een afgang. Afgang. Dit is die afgang. Afgang als een gieter. Als een gieter gaan we af, zegt het Nederlands elftal. Goeiedag, zeg. Hier, loop even met me mee. Loop even mee. Hier, kijk. Kijk hier. Zie je dit? Wedstrijd is nog aan de gang. Wat is dit verschrikkelijk pijnlijk, zeg. Ai. Vlieg je gewoon van Tsjechië. Het is verschrikkelijk gewoon. Dit is nou werkelijk om je dood te schamen. En ik heb de hele tijd, heb ik het al gezegd. Ik heb al die tijd al gewaarschuwd. Ik heb gezegd, jongens, dit Nederlands elftal, dat speelt niet goed genoeg om verder te komen in dit toernooi. Ik dacht wel op een gegeven moment, nou ja, weet je, Tsjechië, dat kunnen we wel hebben. Maar nee hoor, ook Tsjechië kunnen we niet hebben. En kom nou niet met van, ja, dat komt door die rode kaart en dat was misschien niet terecht. Nee, die rode kaart heeft daar niks mee te maken. Ook met 11 man hadden we niet gewonnen van deze Tsjechen. En het is maar goed dat we naar huis gaan. Het is maar goed dat we uit dat toernooi zijn. Want anders dan was het nog veel pijnlijker geworden met het Nederlands elftal. Want dan hadden we tegen echte voetballanden moeten spelen. En wat denk je wat er dan was gebeurd? En dat heeft allemaal en alles te maken met de bondscoach. Die Frank de Boer. Ja, bondscoach, daar is het mee te maken. Wat denk je alleen al van die wissel? Die wissel. Dan komt die Promes. Komt Promes erin voor Malen. Terwijl ik denk, gelukkig die Malen speelt mee. Nee, dan gaan we Malen eruit halen en Promes erin. Nou zeg, wie kan dat nog volgen? De bondscoach, die heeft het gewoon gedaan. Want die heeft A, dit hele systeem bedacht. Maar B, heeft er nooit vanaf dag 1 lekker voetbal ingebracht. Zoals Ronald Koeman dat wel gedaan heeft. Ronald Koeman, die liet het Nederlandse elftal gewoon weer lekker voetballen. En dat heb ik dus onder Frank de Boer nooit meer gezien. En die ging alleen maar uit van, oh, laten we maar gaan verdedigen, want dan komt het wel goed. En voor de rest heb ik alleen maar balletjes breed gezien en balletjes naar achteren en nog eens een keer breed en noem het maar op. Dus, beste, lieve KNVB, 1 ding staat als een paaltje boven water. Hé, andere bondscoach graag.